Leuk dat je kijkt naar deze video van fixjeiphone.nl. Mijn naam is Davy Grootherder en je zou gaan denken dat we nu samen aan de slag gaan om een iPhone te repareren, maar ik wil je vandaag een hele handige nieuwe tip geven. Zelf kijk ik dagelijks 2-3 keer per dag op de website van appletips.nl en ik wil je een kleine introductie geven over appletips.nl, wat ze nou allemaal precies doen. Je hebt een aantal hele handige tips. En alles wat je over iOS 7 allemaal wil weten, staat op deze website. Dus haal het maximale uit jouw iPhone en gebruik deze website om te kijken wat allemaal nieuw is en wat allemaal mogelijk is in een nieuwe iOS 7. Kom maar mee, dan gaan we samen in de website en dan ga ik laten zien wat allemaal mogelijk is. Nou, op de website van appletips.nl aangekomen, zie je al gelijk een mooi design van de website. Zelf kijk ik altijd eerst gelijk de bovenste berichten, omdat ik de website 2 keer per dag vaak in de gaten hou, kun je vaak bovenaan zien wat er nieuw is gekomen. Onderin de website staat iets over AppleTips zelf, de linkpartners die ze hebben, ook onder andere iPhone Club, waar ook heel veel nieuwe en relevante informatie op staat. En ben je geïnteresseerd om te adverteren op de website? Wat ik wel kan aanraden als je dat wil doen, AppleTips krijgt ontiegelijk veel bezoekers dagelijks op hun website. Dan zul je hieronder kunnen klikken en zul je een keer contact met ze op kunnen nemen. Nou, wat ik een van de pronkstukjes van de website vind, is wat ik zelf ook altijd gebruik. Maar als het goed is gebruik je het niet al te vaak. De koopwijze van AppleTips zelf. Nou, dit werkt echt grandioos. Je wilt bijvoorbeeld een iPhone 5S kopen, dan ga je naar de 5S. Nou, zelf vind ik een gouden mooi. Nou, je kunt kiezen voor een 16, 32 of 64 gigabyte. Ik vind 32 gigabyte altijd iets prettiger. Dan zit hij niet zo heel gauw vol. En dan kun je precies zien bij welke winkel jouw iPhone 5S het goedkoopst is. Dus je ziet nu bij belsimple.nl kost die €777. En ga ik dan bij de Mediamarkt of bij de Saturn kopen, kost die €799.10. Nou, nu scheelt dat niet zo heel veel geld, maar misschien even kunnen testen met iets anders. Een iMac misschien. Nou, dan gaan we even voor de allerduurste versie uit, een 27 inch. Kijk, nu zie je wel gauw dat er wel €400 verschil zit tussen de BCC-prijs en de bol.com-prijs. Dus het is echt aan te raden om even de koopwijze door te nemen. Want zo bespaar je honderden euro's op jouw Apple product. Nou, daarnaast kun je het zo gek niet bedenken. En AppleTips heeft de informatie over, die weet het. Denk jij van, nou, ik ken het allemaal wel. Ik noem mezelf een expert. Dan staan bij het kopje expert rechtsbovenin, waar ik nu op sta. Nou, hier vind je nog allemaal dingen hoe je de finder van je MacBook of iMac kan veranderen. En dat soort dingen. Ik weet haast wel zeker dat niemand alles weet. Op Wesley en Richard Nadan. Dan denk je van, dat is mij allemaal iets te moeilijk. En ik vind het fijne logo wel meer als genoeg. Dan ga je gewoon terug naar het begin. Onder elk artikel van AppleTips kun je ook reageren. Er wordt ook aardig wat gereageerd. Hier zie je nog een reactietje. En vind je het een leuke website, wat ik zelf echt aanraad, is dat je hem even liked op Facebook en Twitter. Daar hebben ze ook ontiegelijk veel volgers op. Nou, eventjes een kijkje nemen in de iPhone accessoires shop, wat altijd ontiegelijk handig is. Kijk, je hebt hier al leuke hoesjes voor €10. Dit is trouwens een heel fijn hoesje, heb ik vroeger ook gehad voor mijn iPhone 4S. Nou, eigenlijk kun je hier bijna alles wel kopen voor je iPhone, iPad en iPod. Screen protectors, alles kun je kopen op de website. En hier kun je rechtsbovenin kun je weer terug. We zien nu een shop.appletips, kun je weer terug naar de AppleTips zelf. Nou, ze bloggen heel veel over de nieuwe iOS 7. Alles wat er nieuw is, vind je wel op appletips.nl. Even kijken. Misschien is het leuk om even iets te laten zien over iCandy. Allemaal soorten achtergronden. Die je kan
gebruiken. Nou, dit was wel een beetje het verhaaltje waarom ik twee keer per dag op appletips.nl keek. Vroeger keek ik vaak bij de beginnershandleiding. Tegenwoordig kijk ik ook wel iets vaker bij de experts, wat ze allemaal hebben uitgelegd. Zelf voer ik heel veel iPhone-reparaties uit, maar heel veel kleine tips heb ik zelf nog nooit ontdekt. En dan ga ik even naar kijken, omdat hun er een keer een blog over hebben gemaakt. Ik raad het echt aan om Apple Tips te blijven kijken en om ze te volgen op social media. En bedankt voor het kijken naar deze video van fixyeiphone.nl. Veel succes met het kijken op de website van Apple Tips. Dankjewel.